laatste poging. In een hele sterke opgebouwde race op 800 meter won jij. De ontlading was groot. Ja, zeker. Wat ging er dan op dat moment door je? Ik had het gewoon echt totaal niet verwacht eigenlijk dat ik vandaag kampioen zou worden. Dus ik was op basis als eerste geschreven zeer, die was gewoon zo blij. Ik was best wel zenuwachtig van tevoren en dat ik dan toch een medaille haal en dan een eerste plek, dat is echt heel dat was echt heel groot. Ja, heel blij. Want je bouwde het heel rustig op, want na een rondje lag je nog steeds een beetje achteraan. Ja. En toen ging je er opeens eigenlijk op de laatste 100 meter, zit je vast echt een versnelling in. Was dat ook een beetje vooraf een beetje zo bedacht van dat eigenlijk op het moment zelf dat je dat nu gaat? Ja, dus eigenlijk wel een beetje van tevoren bedacht. Daar viel het tempo best wel, de eerste 200 best wel hard ook. We lagen iets stil. En toen inderdaad de laatste ronde was volop versnelling. En ik kon steeds dichterbij komen. En ik had ook een gaatje zeg maar, aan de binnenkant, de laatste 200 meter. Dus kon ik de meiden passeren die daar liepen. En op het eind liep ik ook aan de binnenkant. En toen kon ik ook zo langs gezag lopen en de freestyle. Dus er was eigenlijk ook wel wat geluk bij ook. Maar ook inderdaad wel goed uitgedacht dat ik dan de laatste ronde extra zou versnellen. En je hebt eigenlijk een prima seizoen zo op zitten, ook met het postseizoen, want toen heb je ook heel erg sterk gelopen. Wat zegt dat eigenlijk over je vorm? Ik ben wel blij dat het nu goed buitenseizoen loopt, want ik ben sinds anderhalf jaar bij TGR en ik merk dat ik meer krachttraining doe, meer snelheidstraining en dat betaalt zich nu uit een PR, dus ook een eerste plek. Dus ik ben heel blij dat ik die vorm goed te pakken heb nu en dat ik echt kan opgaan. En is het seizoen voor je afgelopen of ga je nog wat wedstrijden doen? Ja, ik ga wel nog wat wedstrijden doen. We zijn het Heusden nog en dan nog wat andere, maar dat moet ik even kijken welke precies. Maar eerst even nagenieten van deze overwinning. En morgen doen we nog de 1500 meter finale. Ah, ja. Ja, dat ook nog. Kijk, ja, nou, succes. Ja, dankjewel. Dankjewel.